Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuw video van mij, Meester Sander. En in deze video ga ik in het kort Bior uitleggen, of ook wel Build Your Own Robot. En je ziet het al, de robot beweegt zijn arm omdat hier een sensor in zit. Aan de binnenkant heb ik de technologie, aan de buitenkant de sensoren. En hij kan zelfs ook zijn hoofd draaien, zoals je ziet. En dat heeft met de afstandssensor te maken. Nou, superleuk, ik laat het je zien. Build your own robot dus. Het zit in zo'n mooie kist. En je hebt allemaal verschillende onderdelen erbij. 3D print. En het mooie is, alle aansluitingen zijn van die koptelefoon aansluiting. En daar werkt het mee. En je hebt dus input. Bijvoorbeeld distance. Even kijken of ik het scherp krijg. Ja. Distance sensor. Dus die meet de afstand. En zo hebben we hier een lichtsensor, die meet de lichtsterkte. En aan de hand daarvan gaan de dingen het doen. En dan heb je dus output. En dat is bijvoorbeeld een buzzer of een motortje in dit geval. Die je kunt gebruiken. En daar kun je de reprinte dingen weer mee gebruiken. Je kunt het met splitpennen vastmaken. Want er zitten allemaal die gaatjes in. En zelf gebruik ik ook make do vaak om dingen te maken. Nou, zelf heb ik dus deze robot gemaakt. Laten we hem van de binnenkant bekijken. Dit zit er dus bij, dat printplaatje. Dit is nog een oude versie, want er is er nu ook eentje met de microbit erop. En je ziet het al, hier is een input en een output. Nou, daar gaat een sensor in. Natuurlijk heeft hij ook stroom nodig, in dit geval met een powerbank, die zat er ook bij. Input is in dit geval deze afstandssensor. En als ik die dus bijna dichtbij kom, dan gaat het hoofd draaien. Want onder het hoofd zit een motortje. Zie je dat? En dit 3D-printen dingetje zit onder het hoofd. Dus dat is eigenlijk zijn nek. En zo kan je het maken. Kijk, je ziet de kabel. Die heb ik er doorheen laten lopen. En zo kun je heel makkelijk je eigen robot bouwen. Of wat je maar wil. Een machine. Er is geloof ik ook een hagelslagmachine gebouwd. Er zit ook een lampje op. En dit is de geluidssensor. En zodra ik praat, zie je dat de arm beweegt. Hoe harder ik dus praat, hoe harder de arm uitslaat. En dit zie je dus, kan je ook overtrekken, die vormen, en dus weer aan het motortje maken. En op die manier zit hier dus de geluidssensor aan het printplaatje en is de output de arm. Ja, zie je dat? Yes! Yes! Dit is toch leuk. Nou, ik zet de robot weer terug erop. Nou, het hoofd zit er weer op. Ik heb ondertussen deze er even uitgehaald. Ja, super handig dus. Zo'n easy board noemen ze het ook wel. Stroomaansluiting, de input en de output. Je ziet het dus ook in de pijltjes en aan de kleuren. Die kant moet blauw en die kant moet groen. Dat is voor kinderen ook super makkelijk. Blauw en groen. En zo kun je het herkennen en ermee spelen. En ik zou dus eerst kinderen dit laten aansluiten en daarna iets omheen laten bouwen. Dat werkt voor mij het beste. Nou, dit waren de basisprincipes van Bior, Build Your Own Robot. En ondertussen, deze set is alweer even oud, dus zijn er nog veel toffere educatiesets. Die moet je sowieso checken. Ze hebben er een app bij bedacht waarmee je ogen kan maken, geloof ik. Nou, heel veel toffe dingen in ieder geval, maar dit is de basis van Build Your Own Robot. Check de link in de beschrijving, doe een duimpje omhoog en dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!